Zo, je voelt je echt gewoon een dief, man. Ja, gozer. Holy shit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergast. Ik ben Tijn. En ik ben Niels. En vandaag staan we naast de twitteraars Tuus en Roel. Want ze hebben ons getwitterd dat ze heel graag naar de kermis willen. Ja, en welke attractie willen jullie graag in? We gaan graag breakdance. Ik wil graag gaan breakdance. Oké, cool. Breakdance, dat kan hier. Het kan er iets anders uit, maar dat zou in principe ook hier kunnen. Dus wij gaan jullie zo meteen bellen en dan komt het helemaal goed. Gaan we even chillen. Gaan we lekker chillen. Martijn, hoe gaan we dat doen? Gratis breakdance? Ja, ik heb wel een ideetje, maar we hebben eigenlijk een extra man voor nodig. Ja, en die gaan we vandaag krijgen in de vorm van breakdance. Ja, jullie gaan ze vandaag helpen met Twitteraar. Ja. Ze willen graag gratis in de breakdance. Ja, lukken. Ja. En dat gaat gewoon lukken. Dat gaat gewoon lukken. Let's go. Zo leuk dat het doen nu. Ja, mag je het zo ook aftrekken nu? Je mag mij aftrekken. Oké, jongens, wat is het plan? Het plan is als volgt. Wij hebben afleiding nodig, want wij moeten de kaartjes pakken. Als jullie samen in een attractie gaan zitten en als een van jullie gaat flauwvallen en van de aandacht trekken, gaan wij de kaartjes ophalen als iedereen niet zit op te letten. Ja, ja, duidelijk. Ja? Durf je dit? Stel ik voor om flauw te vallen. Nou, de Sean valt flauw en ik ga het... Jongens! Ja, ja, top. Kunnen jullie een beetje acteren? Nou, Sean heeft de goede tijden, slechte tijden gespeeld. Dus, echt? Lucas, toch? Nee, ik hou gewoon mijn adem. Ja. Ja, die ken ik niet. Dus. Nee, jammer. Nee, maar wij wachten gewoon af tot het echt kan. En dan pakken wij die kaartjes. En dan moeten we zo snel mogelijk allemaal weg zijn. Ja, jongens. Kom op. Oké. Wij mogen nieuws. Ja, ik kom aan. En deze staat ook aan. Hallo. Ja. De band loopt. Zijn ze nu aan het instappen, dus als wij alvast aan de zijkant positie gaan aannemen. Ja, helemaal goed. Heb je er zin in, Niels? Ik vind het heel spannend. Het is super spannend. Maar we gaan het gewoon weer proberen. Gaan we doen. Oké, even wachten tot iedereen gaat zitten. Hey, de boys zitten in de attractie. Afgeleid zijn, hè? Ja. Nee. Heb je de kaartjes? Zo, je voelt je echt gewoon een dief, man. Ja, gozer. Holy shit. Echt gênant. Het is echt heel gênant. Ja. Maar ja, laten we even teruggaan. Echt een duimpje omhoog voor Sean's acteerwerk. Maar is het gelukt? Ja, ik vraag me eigenlijk, ik heb niet kunnen zien ik heb niks gezien, of het is gelukt. Oké, ze staan daar. Mijn je toerist. Hé, dat is de kei, we stoppen met tikken. Wacht. Want ik was hem en die vrouw, ik zat kijken, lukt het jullie, weet je wel? Ik denk, gast. Ja. Hey, we hebben vier kaartjes. Ja. Ja. Maar het voelde echt niet oké eigenlijk. Nee, dus we gaan het niet nog een keer doen. Nee, je berooft iemand echt van zijn tickets van. Ja, maar de missie is gewoon geslaagd. De missie is geslaagd. Cool, laten we naar het Twitteraar. Ja. Ik is Tuus, Roel en een vriend. Vier kaarten, twee voor mij, twee voor Martijn. Kijk eens aan. Hoppakee. En als er een boze Marokkaan op je afkomt, je weet van niks. Ja? Je weet van niks. Ja. En jongens, veel plezier. Ja. Ja. Wat lachen jongens om dit voor jullie te doen. Hè. Vond je nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren en like ons ook even op social media. Instagram, Facebook, Twitter. Gewoon doen. Ja, en heb je een wens, vind je ons te gek, wil je bij ons in de aflevering komen? Dat kan. Plaats het even op social media. Hashtag gierige gasten. Ja, en kijk ook even naar hun kanaal. Ze hebben wij ook een kanaal, toch? Ja, we hebben ook een kanaal. En jullie hebben ons een gierige opdracht gegeven die wij moeten uitvoeren. Ja, dat klopt. En hun kanaal heet Prankster. Die staat nu hier, daar zo. Infokaart, hier zo. En dat is zeker de moeite waard van deze gasten zijn. Jongens, tot volgende week. Yo! Hey.